En op vrijdag zien de mannen van Zondagsnieuws en Gezien.nl bij ons een beschep meer te vertellen over wat er dit weekend in de Gezet komt te staan. Rob van Deurzen, welkom. Dankjewel. En wat komt er in de Gezet? Want ja, de Vaslaven staat voor de deur. Dus dat zal ongetwijfeld een botkamer. Daar hebben we zeker een pleitje voor ingeruimd, joh. Aanstaande maandag gaat het weer beginnen. Hè. Het vijfde seizoen, zoals het zo netjes genoemd wordt. Het vijfde seizoen. Het vijfde seizoen. Er zijn evenveel mensen die het omarmen als die het verguizen. Maar de mensen die er rood, geel, groen, bloed door de aarde hebben struimen, die gewoon dit weekend weer eens even rustig te verzetten. Het pek goed te kas halen, want er is van alles te doen. Hè. Dus aanstaande maandag 11:11 om 11 uur, 11 in Maastricht, gaat het natuurlijk, provinciaal is dat het bekendste evenement, denk ik wel, waar eigenlijk van noord tot zuid naartoe getrokken wordt. Maar ook in Venlo, Remunie, Heerle en op tal van andere plaatsen zijn er activiteiten. Ja. Het begint in Heerle en Remunie zelfs al op zondagavond. Het wordt steeds gekker. Hè. Voor de 11e van de 11e maken er gewoon zelf de tenen van de 11e van. Oh, dat nu, hè? Dat zijn er weer een nu. Hier vanuit Heerle zit je erbij. In Remunie hebben ze de naam ook overgenomen. Oh, dat nu. Ik vind het wel erg leuk, wat je mag zeggen. Ja. Het einde seizoen gaat over en het nieuwe seizoen, dat griepen ze aan om er een schoon feest van te maken. En dat betekent dat ook onze Limburgse stemmingskanonen en toppers op zang- en entertainmentgebied weer klaarstaan om de mensen te gewoon vermaken. Die zullen op tal van plaatsen in de provincie verschijnen. Dus ik denk dat mensen het zondagsnieuws even goed in de gaten moeten haaien. Want er is overal gaat doen. Hè, van Pancratiusplein in Heerlen tot en met de Mert in Venlo, het Münsterplein in de Remunie. En natuurlijk, Rob, ik moet ook even zeggen, niet alleen in de grote plaatsen, ook op die dorpjes. Laten we dat niet vergeten. Zeker, laten we zeggen. Nee, dat we allemaal naar die grote plaatsen gaan en die dorpjes. Bij ons in de kapel in Remunie is er ook. Dat bedoel ik. En in het café, goed. Daar wordt het even goed gevierd natuurlijk. Hè. Dus er zijn nog zat klein dorpjes waar de vlag in het opgeeft. Absoluut, dat moet gezag weer, Wim. Dank je. En wat gij dus nog gaat vertellen? Gaat over de kunstbeurs voor de kleine portemonnee? Ja, we hebben in Maastricht kregen we een kleine theefaf erbij. De Affordable Art Fair. Ik moet het goed zeggen. Ik hoor straks in de war met Artificial Art Fair. Maar dat mogen ze niet zeggen, want het is heel anders. Ja, zeker. De Affordable Art Fair. De betaalbare kunstbeurs. Betaalbare kunstbeurs. Dat is inderdaad de kunstbeurs in Maastricht. Die komt naar de Tummerfabriek aan de Borstraat. Anderhalve week nadat de TFAF geweest is, komt door het kleinere beurtje. En dat kind, mensen wie veer, zal ik maar zeggen, kennen nou, dat ook. Het waren volgens mij maximaal tot 5000 euro, hè? Ja, tot maximaal, hè. Ja. Dus dat betekent ook dat ze dingen naar de 100 euro gaan kunnen krijgen. Het is in ieder geval een heel ander segment als waar de TV voor inzet. Ja. Waar ze inderdaad met de normale gemiddelde beurs niet met de fiets komen, niet met de jet. Nee, absoluut niet. Dan moest je de fiets gewoon tegen de tummerfabriek aanzetten en gewoon naar binnen. Daar is het. Niks over de kwaliteit. De kwaliteit is even goed. Absoluut even goed. Absoluut. Het is vaak gedacht dat dure kunst ook goede kunst is, maar het is vaak omgekeerd. Over smaak valt niet te twisten, wat zeggen ze altijd. Ik bedoel, was zo is of echt niet schoon te vinden. Andersom. Betaalbare kunst en of ze die kunst betalen. Een ander onderwerp wat ze vandaag nog eens aansnijden is Niek, die uit de WW is. Niek is uit de WW, de vlag maar goed. Hè? Niet alleen de Vastelovenslag, maar. Wat weet je Niek ook alweer? Want we hadden hem gisteren al aan de lijn, maar voor wij die hem niet kennen. Hij ligt er op zijn bank nog steeds. Ik denk niet meer dat er nu op dit moment zo bielig wie er nu bielig op die foto. Moet druk voorbereiden. Heel zeker, Niek Goren. Ja, goed, hij is eigenlijk grafisch ontwerper van beroep. En door de crisis op straat komen te staan. En nu heeft Niek zich bedacht van ik kan natuurlijk douchen en leuke brieven gaan schrijven, solliciteren. Maar ik pakte er op een heel andere manier aan. En hij had eigenlijk de eerste foto een beetje ineengezet. Hij was inderdaad echt een heel overdreven de situatie van de werklozen in beeld gebracht. Zoiets. En Niek heeft gedacht van ik ga dit gewoon zo op deze manier naar boete brengen. Hij had een eigen website gelanceerd. Dat heeft hem geen windeieren gelachen. Absoluut niet. Nee, hij heeft inderdaad volgens mij meer dan 40 aanbiedingen gekregen. Van de werknemers die hem graag willen hebben. Hè? En hij zei het zelf nu al, ik moet in plaats van het ze mij teleurstellen, moet ik heel veel werkgevers teleurstellen. Want ik kom niet. Hij geeft uiteindelijk geeft er nou Lewis PR in Eindhoven, een gerenommeerd bureau, waar als grafisch vormgever zijn eigen kwijt kind. En waarschijnlijk toch een ander pak aan zal moeten wat er daar op de bank aan heeft. Maar dat zal hij zelf ook wel weten. Feliciteren hem vanavond deze week. Zeker. Dat voor hem toch een beetje gevolg. Hè? Onze Niek. Zeker. Zeg, en dan gaat het net al even die privéjets, maar die moest natuurlijk ergens landen. En Boe? Dat kennen we streeg. Dat kennen we streeg, gelukkig. Nog wel. Ja, nog wel, nog wel. Hè, want het is de vraag of dat ook in de toekomst nog gaat gebeuren. Als het aan de provincie Limburg ligt wel. Want de provincie heeft te kennen gegeven dat ze Maastricht AG Airport willen overnemen.
En ze willen dat eigenlijk door in concessie uitgeven, noemen ze dat dan. Hè? Dus dat wil niet zeggen dat zie je zelf gewoon exploiteren, maar dat zie je dus eigenlijk bij een exploitant vergonzeuken die het vliegveld wilt exploiteren. Afgelopen juni heeft er nog vanuit de provincie 4,5 miljoen biegemot, hè, om het vliegveld met de kop boven water te haaien. Dus ja, goed, het water stond aan de lippen, maar de provincie heeft de helper de hand toegestoken. En ze willen nu op deze manier, door deze constructie toe te passen, eigenlijk toch het vliegveld behaaien. Ja. Wat ik voor als provincie eigenlijk een heel goede optie vind. Eigenlijk, hè? Want, Ik geef er geen commentaar op, ik heb dat al gedaan. Je hebt ze al gedaan. Ik vind het namelijk niet. Doe vindt maar ze dat geheel terzijde. Ja, dat is je mening, Wim. Wat ik wel interesseert, is het rubriekje cultuur. Ja, zeker. Ja, dat is Wim altijd wel in geïnteresseerd in cultuur. Ja. Hè? Cultuur hebben we eigenlijk van alles gehad. We hebben de rubriek Boek in Beeld, waar eigenlijk de leukste nieuwe boeken werden besproken. DVD's en CD's. Ja, de mensen moeten eigenlijk zelf lezen. Ik wil er een paar even uitlichten. We hebben de nieuwe CD van Maria Mena, iedereen kent haar wel. Is erg goed aangeschreven. Hè? De vriendin van Koen en Sander op 3FM. En ja, ze hebben nu zijn eigen uitgebracht. En dat is Weapon in Mind, heet die CD. Die werd hier kort besproken. Wat ook misschien leuk is het boek Dubbeltje op zijn kant. We kennen wel het televisieprogramma van John Williams en Annemarie van Gaal. Waarin eigenlijk Limburgs meidje in feite. Limburgs meidje, absoluut. Ja, en dat kun je nu samen met John Williams. Hij heeft de stoute schoenen aangetrokken. Elke week op televisie met het programma. Hè? Hoe inderdaad mensen uit de financiële penarie weer geholpen. En die hebben dus een boek geschreven om ons tips te geven om door in eigenlijk neer te belanden. Hè? Okay. Dus een erg leuk boek, moet ik zeggen. Ja. En ook muziek? Ja, muziek hebben we uiteraard ook in de persoon van John Hadwell, de saxofonist van de bekende formatie Supertramp. Hè, de jaren 70 rockgoden die inderdaad School en Dreamer hebben uitgebracht. En dan hebben we nog tal van andere hits. Wim zal ze ongetwijfeld kennen. Ik ken ze al. Ja, zeker. Groep. Heel geweldige groep. Ik vind het erg mooi, moet ik zeggen. Ja, en Egbert Dirks, onze pianist uit Horst, die geeft de samenwerking aan. Eigenlijk op verzoek ook mede van John Hadwell. Die hem de diverse cd's van Egbert toch wel beloesterd heeft. Eigenlijk een multi... multi-instrumentalist. Ja, en Hadwell speelt al mee op de laatste cd van precies. Ja, Egbert. Dat is natuurlijk een geweldige waardering van zijn jonge Limburg. De grote muzikanten naar zich toe trekken. Niet alleen hij, maar... Ja, Fish van Brilliant. Fish. Wonnig, hè? Ja, van de voormalige Ian Matthews niet vergeten. Ian Matthews, ook geweldig. Dus, fantastische helden die gewoon hier naar Limburg komen om Limburgse jongens hier te ontmoeten. Ja, precies. En hij verblief ook gewoon in Horst. Hè. Hij ging hier naar einde van een groot hotel. Hij verblief gewoon in Horst. En in het Cambrius Theater en in het Horster Poppodium. Ja, daar is dat te vinden. En hij gaat er samen met Egbert Salter op gaan treden. En ik weet zeker dat muziekliefhebbers daar massaal naartoe willen gaan. Want dat is zeker een aanrader. Ja, dit dus alles te lezen in het Zondagnieuws en boeken en vannacht kijken? Op gezien.nl. Daar staat eigenlijk ook alles op. En dan in digitale vorm. Rob, dank u wel. Blijf nog even zitten voor het toetje. Heel graag. Goed voor even naar het toetje.